Goedemorgen allemaal, vrijdagochtend, 11 uur, we zijn weer live. Zo. Welkom allemaal, dames en heren, hier in Hartje Amsterdam, in mijn huiskamer. Leuk dat u weer kijkt. Voor degenen die vandaag voor de eerste keer kijken, ik ben Leon de Waal. Ik ben voorleesacteur, zoals wij dat noemen, bij Bedtime Stories. Ik heb een programma van een half uurtje voor jullie. Weer met leuke verhalen, mooie gedichten en een paar liedjes. Nog een hele hoop andere dingen. Helaas moet ik het deze week helemaal alleen doen. Jonathan, mijn zoon, die me af en toe assisteert, wat hij zelf heel leuk vindt om te doen trouwens, die moest vandaag weer naar school. Ja, die zit nu in de schoolbanken met dit weer nog wel. Ja. Maar goed, ik moest jullie de hartelijke groeten doen van mijn zoon. Wat voor week was het deze week? Weer prachtig weer gehad. Was het gisteren? Heb ik een tent opgezet in het park om hem even uit te proberen. Want die tent, we hebben een paar tenten en eentje had ik al heel lang niet meer gebruikt. En over een paar weken ga ik een weekendje kamperen hier in Nederland. Mooie, lekker rustige natuurcamping. Daar hou ik van, veel ruimte. Ja, af en toe heb je er behoefte aan, ook al hou ik hier van het centrum van de stad. Toch vind ik het dan af en toe heel fijn om lekker even naar buiten te gaan. En we waren die tent zo aan het opzetten en ik kreeg zo'n zin in vakantie. Vandaar dat ik het deze week met jullie wil gaan hebben over vakantie, op vakantie gaan. Jullie hebben het misschien al geraden, de Wereldbol, een aantal reisgidsen van plekken waar ik ooit geweest ben. Reisgidsen, dat is natuurlijk voor de tijd van mobieltjes en internet. Nu kun je alles wat je wil weten als je ergens bent zo op je telefoon opzoeken. Maar nog niet zo lang geleden hadden we allemaal zo'n dikke pil in onze rugzak of koffer zitten. Toch mis ik het af en toe nog wel. Zo lekker bladeren door een boek, maar ik neem ze niet meer mee. Wat ik wel nog altijd meeneem, ook al is er tegenwoordig TomTom, allerlei routeplanners, noem maar op. Ik kan toch eigenlijk niet op vakantie zonder landkaart. Ik vind het zo leuk om op een landkaart te kijken. De voorpret thuis al van het kijken, wat is de handigste weg om te rijden? Wat is er allemaal in de omgeving? En dan het liefst zo'n fijne gedetailleerde kaart. Heerlijk vind ik dat. Dan ben ik eigenlijk al een beetje op vakantie. Dus ondanks de navigatiesystemen en weet ik wat allemaal in de auto, de landkaart gaat ook mee. Ja, en ik mag geen reclame maken, maar ja, van Michelin, dat zijn toch wel hele fijne gedetailleerde landkaarten. Die staan wel bekend op goede landkaarten. Nog iets wat ik altijd mee op vakantie neem, al jaren, is mijn zakmes. Ja, ooit op vakantie gekocht, dus het is tevens een souvenirtje. Maar het is zo'n heerlijk scherpe opinel waar je alles mee kunt snijden. Hij blijft vlijmscherp, je kunt lekker stokken snijden, je kunt je scheerlijntjes snijden. Ik ben een kampeerder, hoort u wel. Maar ook als je gaat picknicken, er is niks heerlijker dan een Frans stokbroodje hiermee door te snijden. Tussendoor af en toe een keer schoonmaken natuurlijk. En heel belangrijk, hier zit zo'n schuifje op, waarmee je hem op slot kunt zetten, zodat hij niet ongeluk dicht kan klappen. Ik ben hem één keer vergeten op slot te zetten en het was meteen raak. Ontzettend diepe Jaap in mijn klauw. Maar goed, heb ik allemaal overleefd. Die gaat altijd mee op vakantie. Heeft u nou ook zoiets? Iets wat altijd meegaat op vakantie? Ben ik benieuwd naar. Laat het me weten. Laat het even na in een van de berichtjes. Hè? Sommige mensen die kunnen niet van huis zonder foto's van de kinderen of familie, bij wijze van spreken. Er zijn ook mensen die als ze naar het buitenland gaan, allerlei etenswaren uit Nederland meenemen. Met name vroeger altijd zakken aardappelen, pakken koffie mee in de caravan. Alsof ze in Frankrijk of in Zwitserland geen winkels hadden. Ja. Dus ik ben benieuwd of u ook zoiets heeft.
Zoals ik al zei, ik heb allerlei verhalen en gedichten uitgezocht voor deze week. Die gaan over vakantie. Het eerste verhaal wat ik voor u voor wil lezen. Ik mag wel zeggen, dat wordt u aangeboden door mijn zoon Jonathan. Het is een verhaal van Kees van Koten. En ik heb het wel eens aan Jonathan voorgelezen. En het is een van zijn favorieten. Hij zegt al weken, wanneer lees je dat verhaal nou eens voor? Het is een verhaal van Kees van Koten. En het heet Een koffer vol met poep. Ja, nou, misschien begint u dan al iets te begrijpen van waarom veel kinderen het ook een leuk verhaal vinden. Maar ik zeg ook omdat ik het zelf ook heel erg leuk vind. Het is een verhaal dat gaat over hoe Kees van Koten samen met zijn gezin op vakantie gaat in een camper, in een kampeerauto. En wat hij daar zoal tegenkomt. Een koffer vol poep. In Frankrijk wilden de kinderen 's nachts in een bos staan. B wou meteen die tweede avond al in een hotelletje om de ruimte en onbeperkt stromend water te hebben, ten einde zich nog even goed te epileren om haar nieuwe badpak heen voor straks op het strand. Maar B kan het dak op, want die heeft een gat in haar hand. Dus dat werd een van schillen, condooms en dozen vergeven voor het municipal, waar ik geen oog dicht heb gedaan, omdat het maar Gaston Dominici bleef bonken, dwars door de tot boven mijn gezinshoofd dichtgeritste slaapzak heen. In een kampeerauto gaat men avond aan avond met zijn kinderen op stok, omdat er alleen maar een gordijntje tussen zit, zodat lezen te veel licht maakt en een goed gesprek te veel lawaai. Op de ochtend van de derde dag was ons chemische wc'tje vol. In de moderne autocamper zult u na enig zoeken namelijk een tweepits butagastel, een aanrechtje tevens wasgelegenheid en een toilettette, zal ik maar zeggen, aantreffen. In dit met een heus deurtje afsluitbaar hokje pronkt voor de duur van uw reis uw chemische wc'tje. Rijdend poepen in uw eigen toilettette. Bestaat er iets feestelijkers voor een kind? Dus die moeten wel 20, 30 maal per dag per stuk. Tel daar B nog eens bij op en u begrijpt dat. Enfin, ik zal daar hier niet te diep op ingaan, maar het komt erop neer dat u het moet doen op een vergeeld plastic poppenhuis wc'tje en dan moet u een ventiel opendraaien en hard aan een handvat trekken en dan valt het in een reservoir waarin u eerst dodelijk geparfumeerde toiletchemicaliën hebt gegoten en dan gebeuren er daar onderin dus onbeschrijfelijke dingen mee en daarna moet je uit weer een ander vaatje spoelwater tappen tot het ergste weg is. En daar hoort u in een file zittend de reisgenoten achter uw rug mee bezig. Allemaal. De hele dag dus. Want in de onafgebroken stromende regen ga je er niet op uit om het in een bos te doen. En omdat je al je eten en drinken in je kampeerbus hebt, leg je ook niet even aan bij een café, want dat is zonde van het geld. Zodat uw chemische wc'tje in een poep en een zucht boordevol zit. Dan moet u het legen op een bestaand toilet, beveelt de folder. Hiertoe draait u eerst het ventiel vast, u perst de afsluitschuif zo dicht mogelijk, u maakt een drietal klemmen los terzijde en u tilt het bovenste, het brillende gedeelte van het reservoir. Het reservoir, schrijft de folder, kan u als een koffer met u meedragen. Terwijl uw gezin het in de kampeerauto ophoudt tot ze weer kunnen, betreedt u al dus een café met een bestaand toilet, in uw korte broek, een koffer met poep torsend. U kunt hier natuurlijk moeilijk meteen mee naar achteren doorlopen, dus
U zet de koffer vol gezinsbehoeften eerst even naast uw tafeltje en u bestelt een heerlijk kopje koffie. Geïnteresseerd bekijken dorpelingen Ossijn de zachtjes klotsende plastieke koffer. Ook uw gezin verdringt zich buiten voor de raampjes van de dormobiel om te zien of vader de stroompak kwijt is. Om kort te gaan, de hel. Dit moet afgelopen zijn, dacht ik gistermorgen dan ook. Toen ons chemische wc'tje na 2x24 uur alweer boordevol bleek. Op deze manier heb ik absoluut geen vakantie en kan ik straks onmogelijk uitgerust aan ons prachtige verbondswerk beginnen. Daarom heb ik voor de laatste 7 dagen een hotelletje genomen. Waar ik dit nu zit te tikken. Met de kampeerauto beneden voor de deur. B en de kinderen zijn het stadje in. De Prise Unique, de Monoprix en misschien de kathedraal bekijken. Als het bleef regenen. Ik denk niet dat ik zelf nog van deze kamer afkom voor ons vertrek. Want toen gisteren alle koffers en tassen en rubberboten in de hal stonden, vroeg de eigenaar van het hotel of hij misschien iets kon helpen dragen. En voor ik nonno kon zeggen, had hij de koffer met poep al te pakken. Maar die moet je op een heel speciale manier dragen, wat die man onmogelijk kon weten. Zodat de oogst van 3 dagen kampeerauto halverwege losbrak en langs de trap de receptie inkolkte. Maar ik kom natuurlijk wel lekker tot lezen zo. Een koffer vol poep van Kees van Kooten. Misschien vindt u het een beetje onsmakelijk, maar ik heb er toch ook zeer smakelijk om gelachen. Iedere keer als ik het lees, vind ik het weer leuk. En ja, het is inderdaad ook een verhaal wat kinderen erg leuk vinden. De koffer vol poep van Kees van Kooten. Oké, genoeg het woord poep gezegd, Leon. Nu is het klaar. We gaan door met de vakantie, maar nu met heel iets anders. De vakantieliefde. Ja? Heeft u ook wel eens een vakantieliefde gehad? Herinnert u zich hem of haar misschien nog? Ja, wie weet. Was het hier in een Hollandse Sneekse jongen op de camping in Domburg? Of was het een Française in Hartje Parijs? Misschien was het wel een Griekse god aan het strand van een of ander Grieks eiland? Wie weet. Mocht je je nog een naam herinneren van je eerste vakantieliefje? Laat het even weten. Lijkt me heel erg leuk. Toon Hermans heeft er een mooi gedichtje over geschreven. En het gedicht heeft de titel L'amour. En in een Frans hotelletje, een soort antiquiteit, heb ik met een mademoisellietje zo magnifiek gevrijd. Terwijl ik verliefd haar lieve naam wel 10 maal zachtjes zei, ging dans la rue onder het raam de Tour de France voorbij. Ja, mooi geschreven, vind ik. De Tour de France, ja, behalve de vakantieliefde, doet de Tour de France mij ook meteen aan vakantie denken. Vroeger op de wereldontvanger radio de Tour de France volgen op de camping. Yeah. En die vakantieliefdes, ja, die zorgden natuurlijk niet alleen voor een leuke vakantie hopelijk, maar zorgden na de vakantie natuurlijk ook voor missen. Soms was de vakantieliefde zo groot dat eenmaal thuisgekomen de vakantieganger ja, niet wist waar hij of zij het zoeken moest. Een gebroken hart, zeker in je tienertijd of zo. Oh, dan kon zo'n vakantieliefde je achtervolgen. Maar meestal duurde dat dan toch
ook niet zo lang door achtervolgen. Maar het missen kon erg zijn. Daarover gaat het lied wat ik voor jullie wil zingen. Het is een lied van de onvolprezen Vlaamse zanger Wil Tura. En het heet Ik mis je zo. De regen stroomt in tranen langs de ruit. Lijkt of de ganse hemel om je huilt. Ik voel mij zo mistroostig als het weer. Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Ik herinner mij de tijd van jij en ik. Van het allereerste tot de laatste blik. Ik zie je nog altijd verslagen staan. Toen ik vertelde dat ik weg moest gaan. Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Ik zie je in mijn dromen keer op keer. Zeg me hoe en waar zie ik je weer. Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Ik weet niet wat er mij toen heeft bezield. Te denken dat ik niet meer van je hield. Besef nu dat het lang niet over is. Omdat ik jou nog alle dagen mis. Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Ik zie je in mijn dromen keer op keer. Zeg me hoe en waar zie ik je weer. Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Ik zie je in mijn dromen keer op keer. Zeg me hoe en waar zie ik je weer. Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Wil Tura, dames en heren, Vlaams volkszanger. Schreef het lied Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Ja, vakantieliefdes, die kun je inderdaad missen. Vakantiebestemmingen kun je ook missen. Vakantiebestemmingen zijn er in vele vormen en maten. Ik wil een gedichtje voorlezen, een gedicht, mag ik wel zeggen, niet zo denigrerend doen. Gedichtje klinkt zo min soms. Maar een gedicht voorlezen van Joke van Leeuwen. Wil je met me naar? Wil je met me naar, toe je weet wel, toe je weet wel. Wil je met me naar, toe je weet wel. Ja, ik wil met jou naar, hoe heet het? Naar, hoe heet het? Ja, ik wil met jou naar, hoe heet het nou? Gaan we samen in de dinges en de wat niet meer zo vlug, weet niet meer zo vlug. Even in de kom, wat was het? En dan
weer naar huis terug. Hoe heet het ook alweer? Hoe heet het ook alweer? Dat heb ik heel vaak. Als ik, oh, ik ben daar en daar eens geweest op vakantie. Hoe heet dat plaatje nou ook alweer? Geheugen als een zeef, dames en heren. Hoe heet dat plaatje ook alweer? Ja. Vakantiebestemmingen zijn er in vele vormen en maten. Je kunt naar het buitenland gaan. Je kunt het vliegtuig nemen. Je kunt met de auto, je kunt de fiets pakken. Je kunt gaan liften, wat je tegenwoordig steeds minder ziet. Je kunt lekker thuis blijven. Voor sommige mensen is vakantie op hun eigen balkonnetje in de hangmat het summum. Die hoeven helemaal niet weg. Dat lijkt me ook heerlijk als je dat over je hebt. Scheelt een hoop stress. Vakantie vieren in eigen land in de zomer. Dan moet ik ook altijd denken aan het buitenzwembad. Het buitenzwembad waar je dan met je vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt onbeperkt naartoe komt. Het geluid van een buitenzwembad, de geur van het buitenzwembad, dat is iets onvergetelijks. Soms fiets je in de zomer nog wel eens langs een buitenzwembad, bijvoorbeeld achter zo'n dikke groene heg, en dan hoor je het gegil en het gekrijs en het gespatter over en door de heg heen komen. Dan ben ik meteen weer helemaal terug. Nico Dijkshoorn heeft daar een prachtig verhaal over geschreven, vind ik. Waar heb ik een Nico Dijkshoorn? Wie weet, kent u hem wel? Het is een Nederlandse dichter, schrijver. Wie weet heeft u ooit het televisieprogramma De Wereld Draait Door gezien. Daar was hij elke woensdag huisdichter Nico. Nou, hij schrijft gedichten, verhaaltjes, korte verhalen. En dit verhaal draagt als titel Het zwembad. Niets dat de verloren jeugd zo sterk oproept als de lucht van chloor. Ik hoef maar langs een zwembad te rijden en het slaat als een golf door mijn lichaam. De weemoed, de onschuld. Zwemmen deed je toen je nog niets hoefde. Zwemmen deed je als het lekker weer was. Als je in je korte broek naar huis reed, de opwinding. Thuis je tas met boeken in een hoek smijten, je zwembroek, je handdoek en je abonnement in een tas doen en dan snel naar zwembad de poeloever. Met 7 jongens en meisjes naar een zwembad rijden, veel beter wordt het leven niet. Alles is nog mogelijk. Er staan 1400 fietsen en toch vind je een plekje. Het genot van het abonnement. Je hebt inmiddels geleerd hoe je dat zo onverschillig mogelijk omhoog moet houden. Andere mensen in een rij zonder abonnement kijken je na. Ja, jij bent een door de wol geverfde zwembadbezoeker. Die heerlijke grijze haken waar je je kleding aan ophangt. Pas 3 jaar geleden, ongeveer 40 jaar te laat, begreep ik dat de 2 onderste kromme stukken voor de schoenen zijn. De kleedhokjes, het gekloot met het slot. Die belachelijke angst toen al dat iemand je lulletje ziet. En dan misschien wel het fijnste van het zwembad. Het naar elkaar roepen in de kleedkamers. Rob! Rob! Ja, wat is er? Rob! Je hebt een rotkop! Het gelach om jou. Ik denk dat veel cabaretiers zijn begonnen in een zwembad. En dan het water. Het geschreeuw. De rij bij de duikplank. De net iets te wilde sprongetjes in het gras van jongetjes die laat nooit meer zo zullen springen. Zorgeloos. 2,50 gulden onder je handdoek om patat te kopen. Je wang tegen al die blote ruggen voor je als je op je beurt wacht. En dan het water. Boven je hoofd. Alles is stil en als je boven komt, gil je. Van blijdschap. Al weet je niet waarom. Ja, de uitgelatenheid van kinderen in een zwembad. Ja, dat is wel zomer. Dat is wel zomergevoel. Absoluut waar. Ik zei het al eerder. Helaas
deze week helemaal alleen, zonder Jonathan. Maar hij vroeg me nog wel, voor onze vaste kijkers, het heilig boontje wat door het doolhof moest groeien, is helaas niet meer. Daar hebben we vorige week in de uitzending afscheid van genomen. Toen heeft hij wel zijn ui laten zien. Nou, die is weer behoorlijk gegroeid. Ik pak hem er even bij. Kijk eens even. De lente in huis, dames en heren. En de geur van uien helpt ook als je naar het zwembad bent geweest en je komt thuis met een verstopte neus. Had ik altijd. Uitje naast je bed. Hele nacht. Vrij ademhalen, dames en heren. Zomaar een tip erbij. Zomaar een tip erbij. Ja. En dat vakanten door die uiergeur moet ik denken aan, sorry, ik versprak me even. Door die uiergeur moet ik denken aan nog een andere tip. Citroen natuurlijk, voor de muggen. Oh jee, die muggen die s'nachts in een tent of op een hotelkamer kunnen zitten. Krabben, krabben, krabben. Je ziet kinderen op vakantie met name echt arme benen vol, helemaal open. Die lijken soms gewilderd door muggen, kinderen. Ja, hoe komt dat ook alweer? Weet iemand dat? Er schijnt ook een soort van wetenschappelijke verklaring voor te zijn. Ja. Wat ik me ook nog wel kan herinneren van vakantie. Het is niet alleen maar leuk, dames en heren. Heimwee. Ja. Heimwee. En daar gaat het volgende gedicht over wat ik voor jullie wil voorlezen. Het is een gedicht van E. van Vendel en het draagt de titel Vakantie. Vannacht doet op vakantie zijn, hier bij mij van binnen pijn. Overdag vind ik het fijn, het zand is warm, de zee is breed, de meisjes met wie ik ijsjes heb gegeten weten hoe ik heet. Maar nu wil ik terug. Nu ben ik ziek, wat is het medicijn? Ons huis, mijn kamer, mijn bed en vlug. Ja, heimwee. Het is het leuke van weggaan is ook weer het thuiskomen. Het thuiskomen in je eigen huis, of het nou na een weekendje is of na een half jaar, het heeft toch altijd iets bijzonders. De eigen geur van thuis. Als kind je eigen speelgoed. Bepaalde spulletjes heb je misschien wel. Wat heb jij gemist als je op vakantie bent geweest? Ben ik benieuwd naar. Misschien is het wel de citruspers die je zo gemist hebt. Of je elektrische scheerapparaat. Of je elektrische tandenborstel. Ik weet het niet. Laat het mij weten. Ik wil afsluiten met een lied. Die gaat over dat thuiskomen. Of in ieder geval waar je dan terecht komt. Het is een Engelstalig lied. Het heet Our House. Van Crosby, Stills, Nash en Young. I light the fire while you place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love song all night long for me. Only for me. Come to me now. Rest your head for just 5 minutes. Everything is done. Such a cozy room. The windows are illuminated by the evening.
cats in the yard. Life used to be so hard. Now everything is easy 'cause of you. And I, ba 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 da da, ba da da da, ba da da, ba da da, ba ba da da, ba 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 ba. In the yard, life used to be so hard. Now everything is easy 'cause of you. I light the fire while you place the flowers in the vase that you bought today. Our house. Want op vakantie gaan is leuk, dames en heren. Maar thuiskomen of thuis blijven is ook heel fijn. Ik wens jullie allemaal een heerlijke week toe. Want hiermee ben ik aan het einde gekomen van het programma van deze week. Een fijne week dus allemaal. Waar u dat ook gaat doen. In uw eigen huis of heel ver van huis. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat ik u allemaal volgende week vrijdag weer zie. Volgende week vrijdag om 11 uur spreken we hier live weer af bij mij in de huiskamer. En volgende week maandagmiddag is er een eerste sessie voor de jeugd, dames en heren. Jawel, dan heb ik ook een programma en dat doe ik samen met Jonathan. Speciaal voor jonge kinderen vanaf een jaar of 8. Oké, ik hoop jullie op een van die dagen te zien. Hele fijne dag en tot gauw. Dag allemaal.